Burgemeester Bruls wil in gesprek met Geert Wilders. Bruls schreef dat in een brief aan de PVV-voorman. De burgemeester refereert in zijn brief aan het slotbetoog dat Wilders uitsprak tijdens de zitting bij de rechtbank. Daarin sprak Wilders van een diep gewortelde haat die de burgemeester zou hebben tegen de PVV. Bruls schrijft: "Met deze brief laat ik u graag weten dat ik geen diep gewortelde haat koester tegen wie dan ook. Ik wil u dan ook uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, om duidelijk te krijgen waar uw mening over mij op is gebaseerd. Bruls zelf wil graag uitleg geven over de reden waarom hij ruim 2 jaar geleden aangifte deed tegen Wilders." In een bakkerij aan de Zijpendaalstraat in Nijmegen heeft dinsdagavond een brand gewoed. Omdat er woningen boven het pand zitten en er veel rook ontstond, schaalde de brandweer vlak na aankomst op naar het zijn grote brand. Woensdagochtend was het pand nog dichtgetimmerd. De Zevenheuvelenweg in Groesbeek is weer geopend voor alle verkeer. De befaamde weg in de nieuwe gemeente Bergendal is lange tijd gesloten geweest voor verbouwing. Met name de kruising van de Zevenheuvelenweg met de nieuwe weg is totaal veranderd. Op die plek is een rotonde aangelegd om het verkeer van en naar het centrum van Groesbeek in goede banen te leiden. De verbouwing is op 19 september begonnen en is volgens planning eind november afgerond. Kort voor de Zevenheuvelenloop was de weg weer bereikbaar. De rechtbank in Arnhem heeft de gemeente Druten enige tijd geleden opgeroepen om opnieuw serieus in overleg te gaan met de omwonenden van het toekomstig AZC in die gemeente. Omwonenden vragen zich met name af waarom AZC Hogewoerd per se wordt gebouwd, terwijl elders in het land AZC's worden gesloten en plannen voor AZC's worden afgeblazen. Daarom heeft het college besloten deze week opnieuw een brief te sturen naar de omwonenden van het AZC. Daarbij hanteren ze een vrij grote cirkel. Tegelijkertijd wordt er een brief van het COA meegestuurd waarin het COA uitlegt waarom dit AZC wel degelijk noodzakelijk is.